Ik meen het echt. Ja. Hey, dan willen wij even naar Suzanne Smit. Want Suzanne, jij bent hier in onze studio. Daar zijn we heel blij mee. Maar jouw collega Kluun die is op dit moment in Den Haag. Want daar wordt weer volop gelobbyd voor die BTW-verhoging. Ja. Ik zat te denken, we hebben de politieke beschouwingen gehad. Wat is daar nu nog te winnen eigenlijk? Ja, laatst nog zei de Eerste Kamer dat adviseerde toch echt wel tegen die BTW-verhoging. En dat is toch dat is niet opgevolgd, dat advies. En ik heb wel eens het idee dat het een politieke uitruil is. Want zij hebben weer de noodwet asielcrisis niet toegezegd. En zo is dit een soort kindje geworden wat de dupe is. Terwijl eigenlijk is het natuurlijk zeer onverstandig om dit te doen. Is inmiddels gebleken uit onderzoek. En bijvoorbeeld Letland heeft dit ook eventjes geprobeerd. Na 21% de boeken. En die zijn daar met 8 maanden weer mee gestopt. Omdat het zoveel negatieve zij-effecten had. Dus laten we het gewoon... Het kan nog steeds van tafel, hè? Er wordt vandaag gesproken met onderdeel van de SP. Maar ook Rosanne Hertzberger van NSC zou zich hebben aangemeld. Een coalitiepartij. Fijn. Dus jullie hebben het idee dat als je daar toch nog maar druk op blijft voeren... dat die BTW mogelijk toch op 9% kan blijven staan. Ja, zeker, want het kan nog van tafel. En we zijn nog heel druk bezig, het CPMB, met schrijvers. En om maar te laten zien van, joh, laaggeletterdheid kost de samenleving 1 miljard per jaar. Dit voor boeken levert zo ongeveer 50 tot maximaal 75 miljoen. Want stel, hè, jouw boek, als die BTW-verhoging door zou gaan, hoeveel gaat dit dan kosten en wat betekent dat dan ook voor jou? Nee, voor mij betekent het iets minder boekverkoop. Maar het betekent ook bijvoorbeeld minder bibliotheekabonnementen. Dus dat wordt ook schraler. Mm-hmm. En kijk, het aanbod. Kijk, met alle respect. Ik kan leven van de pen, laat ik het zo zeggen. Er zijn er niet maar veel de beginnende die dat schrijvers, mm-hmm. die gaan het heel moeilijk hebben. Die krijgen vaak 10% van een boek. Waar de overheid straks 21% krijgt. Nou, bij welk vak is dat zo? Ja, nee. Dus dat is heel onhandig. Ja, ik zie hier op de bank inderdaad ook reacties. Jullie zijn het eens met de Het is gek dat de ene ploeg zegt van de laaggeletterdheid, daar moeten we wat aan doen. De kinderen moeten weer leren lezen. Ja, maar dat hoort bij het kabinetsbeleid. Ja. Dus zij gaan tegen hun eigen beleid in. Ja. Dus dan denk ik, willen we de mensen dom houden? Want het zijn vaak het lezen. Dat maakt mensen wel wijzer. Daar hebben ze toch weinig verstand van in Den Haag, hè, Malik Asmani? Ja, wat vind jij daar nou van? Ja. Kom jij nou eens? De politicus doen ze wat daar in Brussel. Voer daar wet in. Ja, dit is natuurlijk een politieke discussie wat in Den Haag plaatsvindt. En ik weet altijd, in lastige tijden moeten ook lastige keuzes worden gemaakt. Maar inderdaad, in die zin. Gewoon een politieke zin voor vette pech. Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Het is alleen maar goed dat men, zeg maar, de lobby die er is... dat ik zou zeggen, altijd met lobby doorzetten. Ik bedoel, dan bereik je eigenlijk altijd het meeste aanhouden wind meestal. Dat zeg ik altijd, ook in de politiek. Ja, maar de mensen maken zich er toch niet heel druk om, heb ik het idee. Hè? Er is niet echt discussie. Men begrijpt niet de impact hiervan. Jij hebt het hier in ieder geval weer op de netvlies. Ja, laten we naar Brussel gaan. Want het is vandaag de dag dat Dick Schoof debuteert op zijn allereerste...